John Heitinga, hoe is het om als gepensioneerd profvoetballer weer op je eigen toernooi te zijn? Ja, leuk. Ik moet zeggen dat ik onderweg was ik een tweet aan het voorbereiden. Die heb ik geplaatst ook onderweg, maar nee, dat is echt heel leuk. Het is de 11e editie alweer. Dus ja, nu even kijken bij de depipillen. Voelt het anders nu je gestopt bent? Nou ja, goed. Ik vind het nog steeds een hele eer dat dit toernooi georganiseerd is. En met name dat het vernoemd is naar mijzelf. Nee, ik ben blij dat ik hier vandaag even die jongetjes kan bewonderen. Kijken of er wat talenten rondlopen. Ik ga natuurlijk aankomend seizoen als jeugdtrainer aan de slag bij Ajax. Dus wie weet loop hier wel wat talenten rond. Hè? Zo ga ik kijken nu tegenwoordig. Kaap je ze weg bij jouw clubje? Nou ja, goed. Ik ben hier ooit ook zelf begonnen. Dus alles is mogelijk. Nu heb je natuurlijk de voorgaande jaren kon je er niet altijd zijn omdat je verplichting had als profvoetballer. Betekent dat je nu min of meer jezelf verplicht voelt om elk jaar hier aanwezig te zijn? Ik wil sowieso elk jaar proberen aanwezig te zijn. Alleen het is niet altijd mogelijk. Maar ik moet zeggen dat ik het nu drukker heb dan toen ik voetbalde, hoor, kan ik je vertellen. Ja, vertel, wat ben je nu zo mee bezig? Nou ja, goed, ik ga nu beginnen met de cursus. TCN coach betaald voetbal om die te halen. Nou, ik werk dan als analist. Daarnaast doen we nog wat leuke dingetjes eromheen. En natuurlijk vooral veel tijd voor het gezin nu. Hoe bevalt het leven als niet langer profvoetballer? Nou ja, voorlopig, ik kom net van het trainingsveld. Ik heb vandaag gewoon op het veld staan met de jongens. Dus tot aan het einde van het seizoen moet ik die jongens toch wel scherp houden. Dat is natuurlijk één wedstrijd nog winnen en dan weer als goed als kampioen. Dus dat is wat het nu prioriteit heeft. En daarna, ja, vanaf aankomend seizoen kom je in een ander ritme terecht. Heb je de afgelopen weken, maanden nog spijt gehad van het feit dat je gestopt bent? Nee, als je eenmaal een beslissing hebt genomen, dan... zo'n beslissing die maak je niet zomaar, daar denk je goed over na. Wat ik zeg, nu kom je in een andere fase van je leven terecht. Dus ja, nu is het gewoon ontdekken wat het beste voor mij past. Ik heb al ideeën erover. Ik zeg, ik wil mijn trainingsdiploma gaan halen. Kijken of dat bij me past, wat ik zeg. En dan van op die manier ga je kijken wat wil je gaan doen. Sta je anders in het leven dan een paar maanden geleden? Nee. Ja, je hebt alleen wat ik zeg, wat meer tijd voor het gezin. Maar het spelletje, dat is nog steeds hetgene wat ik het liefst doe. Ik zal ook altijd betrokken blijven bij de voetbal. Nu kun je dus echt over nadenken wat jij de jeugd kan bijbrengen. Bijvoorbeeld als je als jeugdtrainer aan de slag gaat, maar ook als je hier bent. Wat is de belangrijkste les die jij hebt geleerd in je voetbalcarrière? De belangrijkste les is dat je gewoon op straat blijft voetballen. En niet achter die tablets en de smartphones gaat zitten. Gewoon op straat. Weer of geen weer, gewoon buiten voetballen. En als het dan bij een voetbalclub kan zoals ARC, dan is dat helemaal goed, neem ik aan. Nee, dit is voor mij nog steeds de mooiste amateurvereniging die er is. Ik moet zeggen, als je ziet het complex, prachtige velden, veel velden. Nou ja, wat ik zeg, dat doet me goed om hier even terug te zijn en kijken naar de pupillen nu. In de toekomst, heb jij eraan gedacht om misschien andere dingen voor ARC te doen, wie weet, in je toekomst, in je leven? Nee, zover ben ik nog niet. Ik ben net gestopt met voetbal, dus nu is gewoon alles op een rijtje zetten en kijken wat ik wil gaan doen. Nou, dat weet ik niet. Die vraag is me ook niet gesteld. Voorlopig is het gewoon eerste toernooi. Zo vaak ben je niet in Alphen. Wat roept dat voor gevoelens bij je op? Nee, mijn paspoort staat nog steeds Alphen aan de Rijn, hoor. Dus ik ben en blijf gewoon echt een Alphenaar. Alleen, ik ben woonachtig in Amsterdam en mijn werk is in Amsterdam. Dus dit soort momenten, dat koester je wel als je gewoon even terug bent. En dan zie je ook weer bepaalde dingen weer terug, zeg maar, waar je ook als jeugdjongen gespeeld hebt, als je ergens langs rijdt. Nou ja, kijk, Alphen aan de Rijn is en blijft gewoon mijn geboorteplaats natuurlijk. En dan is het nu tijd om handtekeningen uit te delen en selfies te maken. Selfies, maar vooral eerst even kijken op de pupillen.